rondjes, vierkanten, driehoeken. Ken jij deze vormen al? In deze vlog ga ik deze vormen proberen te maken en nog een heleboel andere vormpjes. Dus kijk je mee? Voor de eerste keer naar school, we maken heel veel lol. Maar wat doe je als je vrij bent? Wat doe je als je vrij bent? En hoe hou je een goed feest? Kijk dan naar de schoolbox. Daar zie je nog het meest. In het zand kan je heel goed vormen maken. Je kan ze erin tekenen of maken met vormpjes. Helaas is het niet altijd zo lekker weer als nu om buiten in de zandbak te spelen. Maar wist jij dat er ook speciaal zand voor binnen bestaat? Met Kinetic Sand kan je wel altijd met zand spelen en ook binnen. Dit zand kleeft namelijk niet en is wel heel kneedbaar en verkrijgbaar in een heleboel verschillende kleuren. In deze handige bak kan je jouw zand bij elkaar houden en zo kan je het dus heel makkelijk binnen gebruiken. Met Kinetic Sand kan je prachtige figuren maken. In de box zitten namelijk vormpjes en daar kan je met je Kinetic Sand figuurtjes van maken. Herken je deze figuren van de vormpjes? Je kan natuurlijk ook zelf vormpjes kneden en dat ga ik eens proberen. Wil jij ook vormen maken met Kinetic Sand? Haal dan jouw eigen set bij de Top 1 Toys. Ken jij de vorm van een vierkant al? Deze is makkelijk te herkennen. Je hoeft alleen maar de hoeken te tellen. 1, 2, 3, 4. Vier hoeken. Dit is dus een vierkant. Wist je dat een blok die uit allemaal vierkanten bestaat een kubus heet? Dit is nou een kubus. En deze kubus is heel bijzonder, want je kan elk klein vierkantje erop kan je draaien. Zo bijvoorbeeld. Dan zitten ze allemaal door elkaar. En nou is het spelletje natuurlijk dat ik ze allemaal weer terug moet draaien. Eens even kijken of het mij gaat lukken. Het is natuurlijk even puzzelen, maar nu staan alle vierkantjes weer op zijn plek. Nou is het jouw beurt. Zet hem op! Wil jij een lastigere kubus oplossen, dan is deze 3x3 kubus vast iets voor jou. Die heeft 9 vlakjes per kant. Nou, probeer het maar en kijk of het je lukt. Om te kijken welke vorm ik nou al herken, gebruik ik deze stoere brandweerauto van Little People. Help je me mee? Welke vormen zie je al direct? Als ik naar de auto kijk, zie ik dat de wielen een ronde vorm hebben. De ladder, die bestaat uit 3 kleine vierkantjes. Zie je dat? En kan jij raden in welke vorm de brandweerauto rondjes rijdt? Inderdaad, het is de vorm van een driehoek. Met de Little People brandweerauto kan je natuurlijk ook heel erg leuk spelen. Draai bijvoorbeeld aan deze schijf om de zwaailichten aan te laten gaan. En met de brandslang kunnen ze elke brand blussen. Als Erika en Carson goed samenwerken, dan kunnen ze elk avontuur aan. De Little People grote brandweerauto is van Fisher-Price. En je vindt hem natuurlijk bij de Top 1 Toys. Wil jij nog meer oefenen met het herkennen van alle vormen? Download dan een oefenblad op de website van mijn schoolbox.